voor de gedachtenwisseling. Heer Muisken heeft 18 minuten nodig, heeft hij mij gezegd. Ja, mijn trein was 48 seconden te laat vandaag, dus ik dacht, ik kan ook wel zeggen tegen de voorzitter dat het 18 minuten gaat duren. Dus of dat helemaal zo lukt, dat weet ik niet. Dank u voor de uitnodiging. Ik ben erg blij hier te zijn. Met name ook omdat over allerlei problemen die met taal te maken hebben, veel meer is nagedacht in België dan ooit in Nederland het geval is geweest. Eigenlijk is een van de bevindingen van onze commissie geweest dat er in Nederland een vrij grote taalblindheid bestaat. Eigenlijk is het onderwerp taal oninteressant, vanzelfsprekend, hoeft eigenlijk niet over nagedacht te worden, is een beetje een soort restcategorie. Dat denken wij zelf niet. Ik zal beginnen met een kleine anekdote. Ik hoor eigenlijk op maandagmiddag Nederlandse les te geven aan inburgeraars. Maar ik heb gelukkig voor vanmiddag een vervanger gevonden. En twee van die inburgeraars zijn Pedro uit een buitenwijk van São Paulo in Brazilië en Hanush uit de Gaza-strook. Pedro is hier vanwege, in Nederland gekomen vanwege de liefde en Hanush is gekomen door een granaatscherf. Ze zijn allebei naar Nederland gekomen, ze zijn allebei hoog opgeleid, jong, intelligent. En na 3 jaar in Nederland hebben ze grote problemen met het Nederlands. Wat is er gebeurd? Voor hun allebei geldt precies hetzelfde, ze zijn begonnen met Engels leren. De vader van Pedro had tegen Pedro gezegd, die was al in Nederland, die zei je hoeft helemaal geen Nederlands te leren. Je moet gewoon Engels leren en dan ben je eigenlijk al klaar. En Hanush, die met Hebreeuws en Arabisch kwam vanuit Gaza, is ook op straat, eigenlijk heeft hij gewoond een tijd, en op straat in Amsterdam heeft hij vooral Engels geleerd. Dus op dat punt raakt de problematiek van de internationalisering, zoals we dat noemen, raakt de inburgering direct. Er zit een soort heel interessant verband tussen inburgering en internationalisering, wat eigenlijk tot nu toe buiten het gezichtsveld gebleven is. En het heeft mij persoonlijk ook geïnspireerd om met meer aandacht en meer vasthoudendheid deze problematiek aan te pakken. En ik heb dan ook de uitnodiging van de Nederlandse Koninklijke Academie van Wetenschappen om een commissie voor te zitten over dit onderwerp met dank aanvaard, omdat het mezelf aanspreekt. Het is iets wat dicht bij mijn hart ligt. U ziet hier een kleine spreuk uit het Tigrinya, de taal van de Eritreërs. Een van de meest lastige groepen in het inburgeringstraject eigenlijk die gekomen zijn. Ze komen uit een moeilijk land. Ze zijn hier ook in Nederland en in Europa waarschijnlijk wel met reden, maar hun inpassing, hun inburgering loopt bijzonder lastig. Maar goed, het spreekwoord spreekt voor zich. Nice talk can break the bones of a ghost. Taal is belangrijk om ons verder te helpen. We hebben die commissie opgezet, daar vertel ik dadelijk nog wat meer over. En eigenlijk was onze voornaamste bevinding dat er eigenlijk in Nederland, en ik weet niet zeker of dat voor Vlaanderen ook geldt, maar misschien gedeeltelijk wel, gedeeltelijk niet, er eigenlijk een achterstallig onderhoud heeft plaatsgevonden. We zijn eigenlijk sinds de jaren 50, dat de situatie veel overzichtelijker was, niet heel veel opgeschoten met onze, wat ik dan talige infrastructuur noem. We hebben een hele grote groep internationale bedrijven of Nederlandse bedrijven die internationaal opereren, in het Engels opereren. We hebben toerisme, we hebben een grote groep migranten, we hebben een heel grote groep, steeds grotere groep internationale studenten. En Nederland is ook heel erg een land, en datzelfde geldt denk ik ook voor Vlaanderen, een land van de internationale betrekkingen. U moet zich realiseren dat er niet minder dan 1 miljoen Nederlanders nu buiten de Nederlandse grenzen werken, bijvoorbeeld. Er zijn ook 3,5 miljoen mensen in Nederland die niet Nederlands als moedertaal hebben. Dus er is een wel degelijk
zowel, hè, dus je zou kunnen zeggen, de vanzelfsprekende positie van het Nederlands in dat krachtenspel als, zoals ik het hier met die snelwegen aangegeven heb, als het communicatiemiddel bij uitstek, die positie is allerminst vanzelfsprekend op dit moment. We hebben een commissie opgezet met een aantal personen erin. U ziet hier Joep Leerse, de Limburgse cultuurhistoricus, en Goffe Jensma, de Friese historicus uit verbonden aan de Universiteit van Groningen. En die hebben zich op het onderwerp culturele cohesie gestort. Eigenlijk met als allerlei bevindingen. Ik zal eventjes wat zij dan gevonden hebben kort met u doorlopen. Eerst plaats meertaligheid als culturele meerwaarde, ook in het cultuurgebeuren. Enorme groei van de digitale wereld, waardoor onder andere de schrijftaal niet meer de norm is, ook in geschreven communicatie, en er een enorme variatie aan taalvormen ontstaan is. Daar weet u allemaal van. En ook eigenlijk dat het Nederlandse taallandschap relatief slecht in kaart gebracht was. Ik zie hier meteen in de folders of in de documenten die we vandaag gekregen hebben als vergaderstukken mooie tabellen over taalgebruik van allerlei talen hier in Vlaanderen. Nou, die tabellen ontbreken in Nederland, want we weten eenvoudigweg heel weinig af van welke talen er door wie allemaal in Nederland gebruikt worden. Dus dat is denk ik een punt waar ook tussen Vlaanderen en Nederland op samengewerkt zou kunnen worden. Een soort inventarisering. We hebben allerlei, ik heb hier ook een plaatje toegevoegd van de Ghanaian community, dus te zeggen de groep Ghanese in Nederland, die een levendige groep is en allerlei met elkaar doet. Ik zal meteen naar een modus gaan van aanbevelingen. En u moet eigenlijk bij deze aanbevelingen ook niet denken dat het per se zo zou het moeten gaan, maar meer zo zou je erover kunnen denken. Waarbij ik telkens geprobeerd heb om de huidige status, de beoogde status, de maatregelen en de betrokken actoren te scheiden van elkaar. En dan eigenlijk een aantal van de punten die, en op dit moment geldt het voornamelijk voor Nederland, op het punt van de regionale talen. Daar is natuurlijk een groot verschil tussen wat er in Vlaanderen aan politieke standpunten over is en wat er in Nederland een politieke standpunt over is. Dat is bij het rapport van vorig jaar over het taallandschap ook naar voren gekomen. Maar tegelijkertijd moet u niet vergeten dat er sinds Guido Gazelle al intensief samengewerkt is tussen Nederlandse en Vlaamse taalkundigen op het gebied van de streektalen en de documentatie en vastlegging ervan. Onder andere in de vorm van alle dialectwoordenboeken en ook dialectatlassen die gemaakt zijn. Ik noem heel kort eventjes het onderwerp Nederlands gebarentaal. Dat stond niet in ons oorspronkelijke rapport. Het kwam wel bij de presentatie op 4 februari aan de orde dat we dat eigenlijk als mankement hadden staan. U ziet onderaan drie gebaren voor water. Het Groningse gebarentaal, de Centraal-Nederlandse gebarentaal en ook de Vlaamse gebarentaal. U ziet dat er daar verschillen zijn. Eigenlijk moet ik meteen erbij zeggen dat het tussen Groningen en Centraal Nederland wel meevalt in de verschillen, maar dat tussen de Vlaamse gebarentaal en de Nederlandse gebarentaal de grote verschillen zijn. Dus u moet niet denken dat de Vlaamse gebarentaal meteen hetzelfde is als de Nederlandse. Het is wel zo, denk ik, dat er op dit punt wel samengewerkt zou kunnen worden bij het uitwerken van goede ervaringen op dit toch lastige dossier. We hadden twee leden van onze commissie, Roberta D'Alessandro, de Italiaanse dialectologe, en Erik-Jan Zürger, de specialist op het gebied van Turkse geschiedenis, die hebben zich nauw geworpen op de internationale beperkingen. En een van hun bevindingen na het praten met een groot aantal diplomaten was onder andere dat eigenlijk binnen het diplomatieke corps diplomatiek, de beperking tot het Engels tot een enorm vernauwd en vervormd wereldbeeld leidt. In feite, als je alleen maar de Herald Tribune als bron hebt voor je informatie, dan mis je wat er in El País of Le Monde of Frankfurt, et cetera, allerlei andere kranten staat. En dat is denk ik heel belangrijk, dat mensen eigenlijk breder geschoold blijven, ook binnen het diplomatieke dienst dan op dit moment gebeurt. En ook wat zij heel erg benadrukken is dat
de Nederlandse diplomaten door hun buitenlandse collega's al gauw als tamelijk acultureel worden beschouwd. Eigenlijk weinig ervaring hebben, dus bijvoorbeeld om een vraag, wat zijn nou de grote schrijvers van jouw land? Ik geef maar een voorbeeld. Nou, dan al gauw een beetje beginnen te mompelen en eigenlijk heel weinig idee hebben waar het over gaat. Henriette Maassen van de Brink, onderwijseconomen, en Henriette de Zwart, romanisten, hebben zich gericht op de sector handel en economie. Eigenlijk constateerden ze dat in veel groepen, met name in het midden- en kleinbedrijf, er toch wel een erkenning is van het waarde van andere talen dan het Nederlands voor de handel. Duits, Frans, Spaans bijvoorbeeld. En ook over een punt wat eigenlijk vanuit de onderwijsraad, want daar is Henriette Maassen van de Brink voorzitter van, sterk naar voren kwam dat er eigenlijk heel weinig idee is van de verschillende differentiatie in taalniveaus. U hebt daar vanmorgen ook van Volkert Kuiken al over gehoord. En ook over de noodzaak van doorlopende leerlijnen. Ik heb zelf met Antoine Buyssen, hij is mensenrechtsspecialist, ik ben taalkundige, hebben wij ons op veiligheid, justitie en zorg gericht. Binnen de juridische wereld binnen is een sterke, duidelijke positie voor recht op informatie in eigen taal. En ook blijkt dat daar een tolken wereld redelijk functioneert, maar wel onder druk staat. Ik weet niet of datzelfde in Vlaanderen het geval is. Bij politie eigenlijk heel weinig besef van de noodzaak om over taal na te denken. En als we toen we met mensen in de zorg en huisartsenposten en zo zijn gaan praten, eigenlijk toch veel nadruk dat er heel veel van de patiënten waar mensen mee te maken hadden eigenlijk heel weinig toegang hadden tot het Nederlands als tweede taal. En dat zowel van de kant van de arts, maar ook van de kant van de patiënt eigenlijk het Engels als brugtaal geen goed initiatief is als in de zorg. Dus dat eigenlijk op dat punt, zeker als je het hebt over de zorg, er wel degelijk een probleem is in de toegang van mensen tot de zorg en ook de zorg die geboden wordt. Onze conclusie is eigenlijk geweest dat we toch sterk pleiten voor het Nederlands als hoofdnet, om de infrastructuurmetafoor te gebruiken, waarbij eigenlijk we uit zouden willen gaan van het principe dat alle inwoners van Nederland ook het Nederlands beheersen. Dat is op dit moment absoluut niet aan de orde en is ook geen feit. Tegelijkertijd de nadruk op begrijpelijk Nederlands, op de feit dat Nederlands natuurlijk niet alleen maar spreken is, maar ook lezen en schrijven en de problemen die zich voordoen bij analfabetisme. Dat expertise, daar heb je vanmorgen van Volkert Kuiken al veel over gehoord, over dat eigenlijk er een druk is ontstaan op de expertise in het Nederlands als tweede taalonderwijs. En dat het toch belangrijk is voor het land als geheel, zeker om die infrastructuur te handhaven, dat het Nederlands als NT2 onderwijs toegankelijk wordt, blijft en ook kwalitatief beter wordt. Dus wat betreft het Nederlands is de huidige status dat het een taal is die voor veel mensen de dagelijks omgangstaal is, maar sommige mensen niet beheerst. Een betrekkelijk laag sociaal prestige. Dus wat bijvoorbeeld blijkt als je ook hoort van nieuwkomers die denken dat ze met Engels het kunnen gaan redden. Terwijl wij eigenlijk ervoor pleiten dat het de beoogde status van het Nederlands de taal is die alle inwoners beheersen en de hoofdtaal is in het maatschappelijk verkeer. Natuurlijk vergt dat op allerlei punten ondersteuning. Ik was net in Zuid-Amerika en het bleek dat eigenlijk het hele technische vocabulaire dat in het Engels bestaat, in het Spaans ook bestaat. Maar, en dan vroegen ze mij, wat is hier nou de Nederlandse term voor? En dan moest ik in een heleboel gevallen eigenlijk zeggen van, die is er niet meer. Dus we hebben eigenlijk een groot deel van ons, je zou kunnen zeggen, Nederlands vocabulaire in de wetenschap opgegeven. Er zijn gewoon geen woorden meer om een heleboel dingen te beschrijven, waardoor eigenlijk de toegang van mensen tot de wetenschap en ook daarmee ook de democratische ervaring van de wetenschap onder druk is komen te staan. Ik denk dat dit punt eigenlijk al voldoende aan de orde zal komen vanmiddag nog, dus dat ik er verder nog niet wat over zal zeggen. Wij nog een opmerking over het Engels, dat het een belangrijke light rail is een mooi Nederlands woord voor, ik
weet niet wat light rail precies is, maar een soort menging van tram en trein, denk ik dan. Maar ook dat de buurtalen belangrijk zijn. En wij beschouwen dan de buurtalen als de talen Frans en Duits. En eigenlijk, ik weet niet of dat in Vlaanderen ook aan de gang is, maar in Nederland is er een enorme uitholling van de kennis van het Vlaams, van het Frans en het Duits aan de gang. Maar eigenlijk het aantal mensen dat nog redelijk Frans en Duits neemt, dat was vroeger natuurlijk versprengd. Dat was onderdeel van onze talige DNA, dat geschoolde Nederlandse burger Frans en Duits komt, dat is eigenlijk helemaal verdwenen. Het aantal mensen die dat nog kan, als ik een klas zoals dit of een collegezaal zoals dit zou vragen, wie kan er Frans en Duits? Nou, dan komt er een heel enkele vinger omhoog. Dus het is eigenlijk enorm afgenomen en ik denk dat dat ons zeker ook in de Europese context bijzonder parten speelt. Dus ik ben erg benieuwd naar de ervaringen in Vlaanderen op dit punt. Of de Vlamingen wel in staat zijn geweest om de kennis van het Frans en het Duits, die misschien ook wel wat dichter zijn, ook omdat ze binnen de grenzen van de Belgische staat gesproken worden, om dat in stand te houden. Een ander punt is dat, dat heb je bij de Amerikanen heel sterk gezien. De Amerikanen hebben heel erg gecapitaliseerd op de aanwezigheid van grote hoeveelheden migranten in hun land die Chinees, Turks, Spaans, Arabisch, Russisch en dergelijke spreekt. En die benutten ze die kennis ook bij om eigenlijk als compensatie voor het feit dat de niet-immigrant Amerikanen die talen allemaal niet spreken. Ik denk dat dat in Nederland niet voldoende gebeurt. Dat was althans de indruk van onze commissie. Maar wat een belangrijk punt erbij is dat het scholing vergt. Het is niet zo dat als je met huishoud Turks opgevoed bent ergens in Amsterdam-West, dat je dan in de Turkse internationale markt kan opereren. Of dat je, als je een beetje Arabisch kent van huis uit, dat je dan eigenlijk zou kunnen functioneren binnen de Arabische wereld. Dus ik denk dat als je dat die kennis die aanwezig is bij heel veel van de inwoners van Nederland wil kapitaliseren, dat je dan ook de mensen die dat willen daar ook gericht in moet scholen. De Chinezen zijn daar het sterkst in. Die hebben eigenlijk, de Chinese overheid heeft dat heel sterk bij de hand genomen via de Confucius Instituten. Die zijn heel erg bezig geweest om allerlei Chinese expats of migranten in de hele wereld, de hele Chinese diaspora, goed Putonghua te leren om in staat te zijn om die rol van die de Chinese overheid ziet voor het Chinees als internationale taal helemaal te uit te bouwen. Maar datzelfde, de Duitsers hebben dat ook gedaan door in Istanbul een Duitsstalige Turkse opleiding voor handelskenners op te richten, waardoor er eigenlijk een klasse van Turks-Duitse tweetalige mensen met een financiële en commerciële achtergrond ontstaan is, die in staat is om de drukke handel tussen Turkije en Duitsland ook vorm te geven. Maar datzelfde ontbreekt als we dat zouden willen in Nederland. Nou ja, dit zijn een aantal van de maatregelen die je zou moeten nemen om dat te doen. Dus ook scholing. En wij denken zelf dat eigenlijk het belangrijk is om de universiteiten in het vasthouden van die talen van de migranten en de expats en de internationale talen, om daar een sterkere rol in te spelen. Dus wat betreft de talensector zijn wij voor een toch een duidelijker visie op taal en taalonderwijs met een intercultureel perspectief. Een sterke talensector die niet alleen maar naar binnen gericht is, want eigenlijk de universiteiten zijn eigenlijk vooral bezig geweest tot nu toe met hun studentenaantallen proberen overeind te houden in de vreemde talen. Terwijl je eigenlijk zou kunnen denken dat de universiteiten een spil zouden kunnen zijn in het talige landschap wat betreft het ondersteunen van allerlei activiteiten die plaatsvinden op het gebied van Portugees. Ik noem maar het voorbeeld van Portugees. Als je naar Portugees, dat is dan een discussiepunt in Nederland, moeten we dat handhaven als taal op de universiteit? Daar kan je van twee kanten naar kijken. Je kan kijken vanuit het perspectief van het aantal studenten. En dan zeggen mensen al gauw van, nou, er zijn maar
5 studenten Portugees, moeten we daar nou een hele opleiding voor in stand houden? Je kan het ook bekijken vanuit het feit dat er natuurlijk achter die studenten die, Portugees leren, een hele wereld is van vertalers, cursussen, et cetera, et cetera. Dus dat de studenten eigenlijk, dat het eigenlijk het topje van de ijsberg is van wat er op het gebied van Portugees in Nederland allemaal gebeurt. Dus dat als je die top wegneemt, dat dan de rest ook inzakt. Nou, dit zijn een aantal van de initiatieven die op dit moment een rol spelen. U ziet hier ons eigen rapport, het rapport van de Taalunie, wat u natuurlijk al lang kent. Rapport van Henk Prupper over de Toren van Babel, over vertalen. Van Alicia Montoya, die heeft een manifest over buurtaalonderwijs gemaakt. De onderwijsraad die het heeft over internationalisering. En de VSNU die bezig is geweest met de naderende toekomstvisie talen. En tenslotte iets wat aansluit bij de discussie van vanmorgen, zonder twijfel, het belang van Nederlands op de werkvloer en de koppeling van werk en onderwijs aan werk. Ik dank u zeer. Dat was eigenlijk mijn... ik hoop dat ik binnen de 18 minuten gebleven ben, maar dat is misschien net niet gelukt. Maar hier ben ik. U kwam aardig in de buurt, professor. Dus dank daarvoor, professor Muisken. Collega's, het volledige rapport en een samenvatting hebben jullie gevonden, denk ik, bij de stukken. Dus Talen voor Nederland van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, waar professor Muisken de voorzitter was van de commissie die het rapport heeft opgesteld. Ik zou zeggen, als er opmerkingen, vragen, bedenkingen zijn, dan hoor ik die graag nu. Zullen we eerst wat kennis... Hij heeft een moeilijke dag al achter de rug, dus je krijgt eerst het woord, Wart, om het een probleem beetje... in kasten, hè? Dank u, voorzitter. Twee vragen eigenlijk. Hoe kijkt men naar de samenwerking met Vlaanderen in het kader van dat taalbeleid voor Nederland? Omdat ja. Dat is mij toch niet zo heel duidelijk gekomen. Ik heb de indruk dat Vlaanderen maar een heel zelden is, terzijde wordt het genoemd, in een link met buitenlanders die het leren om contacten te leggen met Nederlandse en Vlaamse bedrijven. Maar voor de rest vind ik het dat we daar amper voorkomen. Ja, en het tweede punt is, hoe kijkt u naar de ontwikkeling in Nederland van wat we in Vlaanderen die tussentaal noemen, tussen dialect en Nederlands? Wat maakt dat buitenlanders die onze taal leren vaak geconfronteerd worden met Vlamingen die een Nederlands spreken dat anders is dan de taal die ze geleerd hebben. En al de complexiteiten die daar mee samenhangen. Is dat iets wat eigenlijk in Nederland ook als een... er is wel een aandacht voor streektalen en dialecten, maar dan gaat het om echte streektalen en echte dialecten. En ik vind dat het wat wij dan de tussentaal of het verkavelingsvlaams... Dat kom ik niet meteen tegen in uw studie en dat is bij ons eigenlijk wel een heel belangrijk item. Ja, dus die twee vragen die wilde ik u graag voorleggen. Ja, nou dank u wel. Ik moet meteen eigenlijk door het stof kruipen. Op het moment dat wij deze opdracht kregen van de Koninklijke Nederlandse Academie, was eigenlijk, ja, ook bij onze opdrachtgevers, Vlaanderen buiten het beeld. Op een bizarre manier eigenlijk, als je het vanuit... het gezelschap wat wij hier nu ziet zitten. We hadden ook geen Vlaamse leden in onze commissie. Het zou heel mooi geweest zijn als dat wel het geval was. We besteden ook relatief weinig aandacht. Ik ben eigenlijk pas nadat het rapport verschenen was, wat u ook, u hebt doorgespit waarschijnlijk, misschien ook gegoogeld op of gekeken waar het woord Vlaams misschien nog terugkwam of iets dergelijks. Dat u dat eigenlijk heel weinig vond. En ik moet zeggen, dat is een grote omissie. Zoals ik al zei aan het begin, eigenlijk, er zijn eigenlijk twee redenen voor mij dat ik dat betreurenswaardig vind. In de eerste plaats zijn veel van de problemen die in het rapport genoemd worden ook problemen die voor Vlaanderen gelden. Eigenlijk denk ik dat je op bijna alle punten wel kan zeggen dat er een samenwerking, en ik heb dus eigenlijk daarom ook een aantal puntjes net van samenwerking genoemd in de presentatie die ik nu gegeven heb. Het andere punt is, en ik denk dat op dat punt heel veel te winnen is. Nou, NT2 lijkt mij een belangrijk, zeer belangrijk punt waar we erg veel van elkaar leren. Nederlandse televisie geeft beelden van
inburgeraars die de grens overgaan om in België hun cursussen te gaan doen, die kennelijk veel beter zijn en veel meer to the point, et cetera. Dus ik denk dat er wel degelijk heel veel te leren is voor Nederland in Vlaanderen op dit punt. Ik denk ook dat de problematiek van het Frans en het Duits is ook waarschijnlijk iets waar in Vlaanderen... Ik had vroeger een collega, ik weet niet of die naam u nog wat zegt, Albert Verdoot, zegt dat nog iemand hier? Dat is lang verleden, was een Vlaamse socioloog, taalsocioloog. En die hield eigenlijk zich bezig met de kennis van het Frans en het Duits bij Vlaamse middelbare scholieren. Dat was een van zijn thema's. Dus als... Vorige week was er een rapport over de zeer gebrekkige kennis van het Frans bij de leerlingen, maar ook bij de leerkrachten. Dat blijkt dus zich verder te zetten in de richting van de leerkrachten. Dus eigenlijk toch wel erg dramatisch wat die kennis van het Frans dan betreft. En de kennis van het Duits die gaat er ook zinderogen op achteruit. Dat is dus in Vlaanderen exact dezelfde uitdaging. Ja. En we zitten met dezelfde buren. Dus ik denk dat ook op dat punt uw rapport eigenlijk voor ons relevant is. Ja, nou, ik denk dat inderdaad het, met dezelfde buren, gedeeltelijk binnen uw eigen rijksgrenzen, gedeeltelijk ook daarbuiten. Maar ik denk dat inderdaad ook op het punt van het Frans en het Duits heel veel te doen is. Ik denk ook op het punt de migrantentalen, dus een hele grote traditie hier in België, bijvoorbeeld in Tervuren en in Gent, op het gebied van de Afrikaanse talen, is eigenlijk heel sterk ontwikkeld. En ik denk dat ook bijvoorbeeld wat de Afrikaanse taal betreft, er wel degelijk ook expertise, uitwisseling of samen kennisbundeling zou kunnen zijn in het omgaan met die talen. Ik zeg niet dat ze een prominente rol moeten krijgen, maar dus ik kan me voorstellen dat een aantal van de initiatieven die wij noemen ook heel profijtelijk en eigenlijk ook op een belangrijke manier naar het niveau van de taalunie getild zouden kunnen worden. Nogmaals, dat was niet onze vraag. We werden ook niet vanuit de taalunie aangestoord. Ik hoop dat dat rapport misschien één van de componenten kan zijn die daar verder mee kan gaan. Wat betreft uw tweede vraag was de verkaveling van de verkavelingsvraag. Verkavelingsvlaams. Het verkavelingsvlaams, ja. Ik denk dat die problematiek in Nederland iets minder speelt. Ik kom vaak in een deel van Nederland, dit heet de Achterhoek. Dat is een beetje Varsseveld, waar onze Guus Hiddink vandaan kwam onder meer. En daar wordt natuurlijk door de mensen Achterhoeks gesproken, onderling. Maar tegelijkertijd is iedereen ook heel makkelijk bereid om naar regionaal gekleurd Nederlands over te schakelen. Dus ik denk dat daar het contrast tussen, laten we zeggen, wat mensen in hun bij de bakker horen en wat ze op de cursus horen, dat contrast toch wat minder groot is dan wat u hier in Vlaanderen misschien in een aantal gevallen zult zien. Dus de problematiek speelt wel. Ik weet met name in Friesland is er veel over gepraat. Vietnamezen die kwamen, die moesten... gingen ze dan Nederlands leren, gingen ze dan Fries leren, et cetera, et cetera. Hebben al van dat soort problematiek. Maar het speelt denk ik in Nederland op een ietsje lager niveau. Het is minder intensief als probleem dan u het hier in België hebt. Maar het probleem is er natuurlijk ook wel. Goed. Collega Bosma had nog een vraag. Ja, interessant rapport. Ik heb het natuurlijk net even snel gelezen. Wij zijn de Nederlandse Taalunie. En ik had gehoopt dat er ergens in dit fraaie rapport een hartstochtelijk pleidooi voor het Nederlands zou staan. En dan kom ik het hoofdstukje taal als drager van cultuur. Dan denk ik, nou, ik hoorde al trompetgeschal en nu gaat het komen. Ja, dan zie ik dat het eigenlijk een beetje gebagatelliseerd wordt. Ook de perfecte monoculturele Nederlander heeft nooit bestaan. Het wordt allemaal een beetje gedownplayed, als ik het in het Nederlands mag zeggen. En ik denk... Als meneer Muiskens dan er zelf achterkomt in het buitenland dat Nederlandstalige woorden niet meer bestaan in de wetenschap. En hij ziet de ontwikkelingen, bijvoorbeeld op universiteiten in Nederland, die in rap tempo verengelst worden. Waar het Nederlands op sommige faculteiten aan het uitsterven is. Ja. Ook bestuurskunde, waarvan de studenten gewoon in permanent gaan werken later. Maar dat moet allemaal in het Engels. Ja. En dan is straks het wetenschappelijk onderwijs is helemaal verengelst in Nederland. Ja. Dan moet ook het VWO, het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, logischerwijs in het Engels. En daarom ook de basisscholen.
En zo, en dan heb ik het alleen nog over de universiteiten, zijn we het Engels als voertaal aan het krijgen binnen de universiteiten. En dit is een rapport van de KNW. Had het niet mooi geweest als het KNW een positie had ingenomen, hippie boera voor het Nederlands, en laten we ook het Nederlands behouden, het Nederlands, de taal als cultuurdrager behouden op de universiteiten. Nou, daar kan ik twee dingen over zeggen. In de eerste plaats, dat was eigenlijk een beetje door een samenloop van omstandigheden. Net toen onze commissie aan de gang was, kwam de vorige minister van Onderwijs, mevrouw Bussemaker, plotseling met het verzoek aan de KNW om een speciaal rapport te maken over de positie van het Nederlands op de universiteiten. Dat is toen afgesplitst. Die taak is ons toen ontnomen. Dat is eigenlijk uit ons takenpakket gehaald. Er is een apart rapport verschenen, wat eigenlijk ook al voor de universitaire bestuurders een eigenlijk al veel en veel te ver ging, waarbij in feite, het was oorspronkelijk onder leiding van Ineke Sluiter, de huidige president van de KNW, maar eigenlijk heeft Janneke Gerards heeft het voorzitterschap van de commissie van haar overgenomen. Die kwamen met het idee van dat het per opleiding bekeken moest worden of Engels of Nederlands belangrijk punt is. Ik ben het helemaal met u eens. Wat u hier ziet staan, je zou zeggen dat spreekt voor zich. Taal die voor de, dus beoogde staat, de taal die alle inwoners beheersen en de hoofdtaal is in het maatschappelijk verkeer. Je denkt, goh, nou daar staat niks verkeerd. Hoeveel kritiek wij op die stelling gehad hebben. Die mensen die vonden dat dat al te ver grond, dat je überhaupt zou willen beweren dat eigenlijk de meeste mensen, of dat iedereen in Nederland, Nederlands zou moeten kennen. Dat vonden een heleboel mensen eigenlijk al veel te ver gaan. Dus, welke mensen waren dat? Nou, welke mensen waren dat voor het verslag? Bijvoorbeeld universitaire bestuurders die zeggen dat vind ik onzin. Ook mensen in het bedrijfsleven zeiden helemaal niet. Wij op, hebben bijvoorbeeld, we hebben dat, tegenwoordig heb je dat IT-centrum Eindhoven. Met een hele grote chipsindustrie, waar in feite eigenlijk de facto het Engels als voertaal gebruikt wordt in een hele regio. Dus je ziet op allerlei punten, ook vanuit grote bedrijven, eigenlijk een soort idee van, nee, dat is niet zo belangrijk, dat Nederlands. Laten we dat maar eens even wat naar de achtergrond schuiven. Dus ik denk dat het erg belangrijk is, en misschien zou het heel goed zijn om provocerenderwijs te zeggen, nou laten we Engels als tweede rijkstaal aannemen en misschien een twee. En dan zou je onmiddellijk de pop aan het dansen krijgen. Maar ik denk dat je dan mensen onmiddellijk met hun neus op de feiten drukt dat in feite er helemaal geen beleid is waarbij in feite zoiets simpels als de taal die alle inwoners beheersen, dat dat onderdeel van de praktijk zou moeten zijn. Dus eigenlijk denk ik dat, en dat is een punt waar helemaal nog niet over gediscussieerd is, over dat het in feite, en ik denk dat wij het daar helemaal over eens zijn, meneer Bosma, dat het, althans ik hoop dat u het daarmee eens bent, dat eigenlijk alle mensen in Nederland Nederlands zouden moeten kennen. Maar dat is helemaal niet, echt absoluut niet, wat de meeste mensen vinden, of wat heel veel mensen vinden. In de universiteiten? Nee, maar ook daarbuiten, ook in het bedrijfsleven en ook allerlei mensen in Amsterdam zeggen, nee, Nederlands. Als je bij de sociale dienst bent, moet je Nederlands kunnen. Maar als je voor de, niet bij de sociale dienst bent. Dus Nederlands is een taal voor losers, wordt het gezegd. Ja. Het zou me toch verbazen als dat de mening van de Nederlanders zou zijn. Nou, maar goed, ik ben geen Nederlander, ik kan het niet weten. Collega Caron, u bent ook geen Nederlander, maar misschien weet u het. Ik vind het een hele pessimistische... en zelfs pessimistisch is niet het juiste woord, maar je kan je daar natuurlijk bij neerleggen, bij dat soort bevindingen. Ik mis overigens in deze slide... In deze fiche de ambitie om van Nederlands de cultuurtaal van Nederland en Vlaanderen te maken en te blijven houden. De taal van literatuur en de taal van het theater. En, want anders, als we die ook al eens kwijtraken, dan kunnen we die beter gewoon opdoeken. Hè. En dan, dus ik mag aannemen dat het een S is of zo, studie is en niet een to-be-verhaal. En in die zin vind ik de motieven waarom... Neem aan, je hebt met die zeer diverse groep wetenschappers en mensen rond de tafel bevindingen gemaakt. Ja. Maar ik vind dat een taal een zeer belangrijke bouwsteen van onze cultuur is. Ja. En dus in die zin, alle andere argumenten die je kan gebruiken, overheerst.
En dus, ik kan mij daar dus tegen verzetten en ik zal dat ook doen. Eerste bedenking. Tweede bedenking, maar ik wil uw reactie daar uiteraard op. Maar mijn tweede bedenking gaat over die andere talen die u dan als een kwaliteit beoogt, of als een kwaliteit beschrijft. En dan heb je het zelfs over Arabisch en Duits en andere talen. Maar bedoelt u dan, wil u dat even wat beter preciseren, wat u daar bedoelt met heel wat van onze mensen spreken die taal, en dat is ook zo bij Vlaanderen natuurlijk, maar vindt u dat die taal cultureel, wetenschappelijk, pedagogisch moet gestimuleerd worden? Is het dat wat u bedoelt? Wil u de taalkennis die deze bevolkingsgroepen hebben, hè, en die hier bij ons leven, valoriseren? En waarom wil u die valoriseren? Omwille van economische motieven, omwille van culturele motieven, omwille van respect voor hun andere identiteit. Die motieven zou ik graag eens horen. Het lijken twee tegengestelde gedachten die ik maak, maar dat zijn ze niet. Ja, het is een ingewikkelde problematiek. Tegelijkertijd is Nederland, en hetzelfde geldt voor Vlaanderen, opereert in toenemende mate binnen een internationaal krachtenspel. Vlaamse bedrijven, Nederlandse bedrijven investeren in het buitenland. Er zijn grote betrekkingen. En we hebben in feite in ons rapport ook een beetje geprobeerd om mensen die misschien niet zo erg in taal geïnteresseerd zijn, zoals mensen in het bedrijfsleven, mee te trekken richting hier aandacht aan besteden. Dus wij hebben het, als we het hebben over de migrantentalen, ook als talen met een economisch belang. Ik denk niet dat we als commissie een standpunt hebben ingenomen. Ik denk dat we daar ook wel onderling misschien over verschilden. Is het ook belangrijk dat mensen de Turkse poëzie helemaal kunnen blijven volgen, et cetera, et cetera. Dus we hebben het niet zozeer over de culturen van de verschillende migrantenbevolkingen. Die, en dat moet ook gezegd worden, steeds diverser worden, steeds veelvormiger. Vroeger hadden we een soort idee in Nederland dat we twee grote migrantenstromen hadden. We hadden een stroom uit Turkije en we hadden een stroom uit Marokko. We hadden Arabisch en we hadden Turks. Dat voldoet, dat beeld is totaal op de achtergrond geraakt. Er zijn honderden talen waar het om gaat, die lang niet allemaal misschien culturele tradities hebben waar je iets aan wil doen. Ons standpunt is, dat moeten mensen vooral doen als ze dat willen. Maar als die taal economisch van belang zou kunnen zijn, moet je aandacht besteden aan scholing, zodat mensen met een Turkse achtergrond ook de economische positie van Nederland in Turkije kunnen helpen verstevigen. Wat wil je daarover zeggen? Dus dat is wat dat punt betreft. Ik denk dat ik het. Dus laten we zeggen, wij zien het belang van die migrantentalen ook als een rijkdom in economisch opzicht. Laat ik het zo maar zeggen. Dat is de positie die wij ingenomen hebben in het. Ook om mensen te overtuigen voor wie dat misschien niet zo gold. Hetzelfde geldt voor Frans en Duits. Uiteraard hebben Frans en Duits en de kennis van die literatuur en de culturen die met die talen hebben een enorme culturele waarde. Hebben ze ook altijd in zowel Vlaanderen als Nederland gehad. Maar in ons rapport besteden we met name aandacht aan de economische aspecten. Met name om ook de groepen die daarmee geassocieerd zijn in de Nederlandse politiek over de streep te trekken om hier aan mee te werken. Dus het rapport is natuurlijk wel met een bepaalde sceptische doelgroep geschreven, voor ogen geschreven. En als u het hebt over cultuurtaal, ja, daar moet ik ze inderdaad zeggen dat geld eigenlijk daar zit. Wij hadden Goffe Jensma, die natuurlijk kampioen voorvechter van het Fries is, en Joep Leerse, die voorvechter van het Limburgs is, en die misschien daar meer aandacht aan besteden in hun bijdrage aan het rapport dan aan de bindende positie van het Nederlands als cultuurtaal als geheel. Maar ik wil niet zeggen dat we daar helemaal geen aandacht besteden. Het is alleen wat naar de achtergrond gegaan. Maar voor mij spreekt dat als vanzelfsprekend. Oké.
Dank u, professor. Als er geen vragen meer zijn, dan zou ik graag aan de minister vragen om namens het comité van ministers, zoals dat heet, ministers, hebt u daar nog bedenkingen bij? Of, ik zal namens het comité van ministers aankondigen dat wij ons daar morgen zullen over buigen. Dus de chronologie speelt ons parten, maar het is ook niet kies om persoonlijke inzichten van mezelf hier met u te delen die misschien wel interessant zouden kunnen zijn. Daar zouden we dan allemaal op kunnen hopen. Maar die niet noodzakelijk proberen te zijn dan wij daarover oordelen. Door het collectief van het comité der ministers. Maar inderdaad, het interessante rapport staat morgen wel degelijk op de agenda ter bespreking. Ja. Ik neem ook aan dat een aantal elementen die hier door u vertolkt zijn, daar ook aan bod zullen komen. En het is dan zinvol om daar in een later stadium op terug te komen. Maar het is een meer dan behartenswaardig rapport. De problematiek alleen al en de richtingen die er weliswaar hoofdzakelijk vanuit de Nederlands oogpunt in naar voren gebracht. Mag ik nog even zeggen dan dat het me nogmaals, hoe meer ik erover nadenk, hoe raarder het is dat we dit niet in een breder kader getrokken hebben vanaf het begin. Maar dat kan dat zou een van de, en nu loop ik niet vooruit op wat ik morgen zou beslissen, maar dat zou een van de zaken kunnen zijn die we dan nog verder kunnen verdiepen, zonder dat ik zeg dat we hier eeuwig moeten over blijven studeren, want dat zullen we doen natuurlijk, dat is ook goed. Hè? Maar ik bedoel, vanuit de taalunie kunnen er misschien ook wel een aantal elementen aan gekoppeld worden in de vorm van een conclusie of een bijsturing van het beleid. Maar een van de elementen kan inderdaad zijn om het parallel te trekken met wat er in Vlaanderen gelijkaardig is, want er zijn zeker veel gelijkaardigingen, maar er zijn zeker ook verschillen. Maar eigenlijk heb ik nu al deontologisch te veel gezegd. Dank u wel. Professor Muisken is een echt academicus. Hij vest alweer naar een nieuwe opdracht. Hij wil ook Vlaanderen erbij nemen. Misschien gaan de ministers daar morgen verder op dat pad. Ik stel voor, collega's, dat wij naar punt 5 overgaan. Want ook daar hebben we de minister voor nodig. Bedankt voor uw inbreng, professor. Ja, dank u voor de uitstekende. Dank u wel. Goede lunch en het gezelschap. Dank u wel. Ja, ik kan niks meer zeggen. Dus het volgende punt, daar hebben we ook de minister voor nodig, is het positioneringsdocument van de algemeen secretaris, Hans Bennis, met betrekking tot het jaarverslag 2017, hebben we in de stukken gevonden, en de begroting 2018 van de Nederlandse Taalunie. Meneer Bennis, aan u het woord. Misschien dat we even de presentatie.
Het valt weer uit. Een jaarverslag, begroting, plannen voor de toekomst. En wat ik eigenlijk het liefste zou willen is dat we dat niet aan de hand van alleen maar een betoog van mij doornemen, maar dat zodra er vragen of opmerkingen zijn, we die ter plekke op dat punt behandelen. Want het is een grote reeks met nogal diverse punten. Maar laat ik beginnen met het jaarverslag 2017. Hier. En daarin, dat heeft u allemaal gezien, dat jaarverslag, daar kunt u ook, wat mij betreft, nu allemaal ook vragen over stellen. Op deze slide staan een aantal belangrijke punten van belangrijke resultaten van het vorig jaar. We hebben dat rapport Staat van het Nederlands uitgebracht. Het rapport wat gaat over hoe het ervoor staat met Nederland en met het Nederlands in Nederland en Vlaanderen. Dat heeft veel reacties opgeroepen, positieve, maar ook hier en daar wat negatieve als het ging over de regionale talen in Nederland. Maar desalniettemin is het in zijn algemeenheid een belangrijk rapport en een belangrijke nulmeting die we nu ook met kracht gaan verder zetten. Er komt straks ook uitbreiding in de richting van Suriname en in de richting van het Caribisch gebied, omdat we ook graag willen weten hoe daar het Nederlands ervoor staat. Dus dat is een mooie graadmeter van hoe staat het eigenlijk met het Nederlands, ook aan de universiteiten en ook in andere sectoren van de samenleving. Dus dat is een mooi resultaat van 2017. Verder zijn wij heel actief geweest in het debat over Nederlands in het hoger onderwijs. U bent allemaal geweest bij die, wat mij betreft, legendarische zitting in de Eerste Kamer, die met veel sprekers en veel herrie en rumoer. Ik vond het een mooie bijeenkomst. Ik zou willen dat alle IPC-bijeenkomsten zo zouden verlopen. En wat mij betreft doen we ons best om dat ook voortaan zo te doen. En dat debat, dat gaat voort. U heeft misschien gezien dat onze minister, de minister in Nederland, recent een brief heeft gezonden. Dat is gegeven wat er nu in de pers rondzwerft. Zeker nog niet het eind van deze discussie. Dus we gaan vrolijk verder met dit debat. En de Taalunie zal proberen. De minister is tenslotte nu op dit moment ook de voorzitter van de Taalunie van het Comité van Ministers. Dus we zullen dit debat blijven voeren. Een aardig resultaat is de oprichting van de Braille Autoriteit voor de Nederlandse Taal. Ik heb in december nog een voor mij onleesbaar manuscript mogen ondertekenen met alleen maar gaatjes erin. Daarin heb ik mijn handtekening gezet en dat is het beginpunt van een gemeenschappelijke activiteit van Nederlands en Vlaamse organisaties die pleiten voor standaardisering van het Brailleschrift, met name voor allerlei wiskundige terminologie. Wij hebben ook in opdracht van de ministers, Comité van Ministers, hebben we samen met een aantal instellingen gewerkt aan een gemeenschappelijk plan voor de culturele instellingen, Vlaams-Nederlandse culturele instellingen. Dus dat gaat behalve over de Taalunie gaat het ook over organisaties als de Brakkegrond, de Buren, de Letterenfondsen, Ons Erfdeel. En op dit moment werken wij op een plezierige manier samen. Er is ook een brief van het comité geweest over wat zij van ons verwachten. En ik geloof dat dat nu een mooie toekomst tegemoet gaat. En er is vorig jaar een gemeenschappelijke manifest ondertekend met de Nederlandstalige of de gebieden, de buurtaalgebieden waar Nederlands heel erg veel wordt onderwezen. Dat geldt voor de Duitse gebieden, onder andere Westfalen, Rijnland-Westfalen, en ook gaat het over Wallonië en over het Franse deel. Daar is een soort van overeenkomst ondertekend waarin de aanpak gemeenschappelijk zal gaan worden over hoe wordt Nederlands daar gedoseerd in die landen. We hebben een samenwerking met het Caribisch gebied versterkt. Dat was buitengewoon interessant om daar te zijn en het hoge tempo te zien waarin men in Curaçao
een samenwerkingsovereenkomst wilde ondertekenen. En daarin is nu de situatie zo dat Nederlands eigenlijk daar overal in het Caribisch gebied overgaat naar een aanpak, een instructieaanpak, waarbij Nederlands een tweede taal is en waar papiaments of Engels de eerste instructietaal is. Dus een meertalige aanpak. En dat wordt ook ondersteund door onderzoek en dat lijkt goed te werken. En tenslotte kan ik noemen de visietekst Iedereen taalcompetent. De discussie rond het onderwijs is zowel in Vlaanderen als in Nederland op dit moment buitengewoon levend. Ik heb daar morgen nog weer ook gesprekken over met het ministerie van Onderwijs van Vlaanderen. Dat loopt door en de Taalunie is daar actief bij betrokken. En de bedoeling is natuurlijk dat het onderwijs in het Nederlands uiteindelijk leidt tot een situatie waar Nederlands weer een leuke taal is om onderwijs in te krijgen, waarin niet iedereen het vervelend en saai vindt om het vak Nederlands te volgen, maar juist leuk en interessant. En dat er ook weer resultaten komen waarin zaken als begrijpelijk lezen weer naar een niveau toe groeien dat wij allemaal zouden wensen. Dus dat waren een aantal resultaten uit 2017. Ik ga nu naar wat mij betreft wat saaiere zaken. Het jaarverslag 2017 heeft natuurlijk ook een technische kant. Hier gaat het over de werknemers. 36 werknemers, meer vrouwen dan mannen, meer Nederlanders dan Vlamingen. Ik ga meteen verder als u het niet erg vindt. De begroting 2018... daar ziet u, de begroting is ongeveer 10 miljoen uitgaven, inkomsten. U ziet dat het voornaamste deel of bijna alles naar beleid gaat. De ondersteuning is betrekkelijk gering en beleid betekent natuurlijk onze eigen mensen die op beleidsactiviteiten werken, maar tegelijkertijd ook de activiteit, dat is het een naar de onderste beleid, aandachtsgebieden waar wij ervoor zorgen dat andere organisaties, zoals het Instituut voor de Nederlandse Taal, maar ook de Digitale Bibliotheek Nederlandse Letteren, kunnen functioneren met middelen vanuit de Taalunie. Dan kom ik bij de aanwending van de begroting. En dat doe ik aan de hand van een aantal aandachtsgebieden die wij hebben nu op dit moment 5 aandachtsgebieden in de organisatie. Aandachtsgebied 1 is de standaardtaal. Daar zit bijvoorbeeld de samenwerking met het Instituut voor Nederlandse Taal in. Maar daar zitten ook allerlei andere activiteiten. Volgend jaar, of dit jaar zal in oktober, zal de conferentie EFNIL, European Federation of National Institutes for Language, dus een Europese groep landen met taalunies, zou ik maar zeggen, of vergelijkbare organisaties, die komt in Amsterdam bijeen, dat organiseren wij. Belangrijk is ook nu op dit moment het netwerk Begrijpelijke Overheid. In Vlaanderen Vlaanderen loopt wat voor. Die hebben Heerlijk Helder gelanceerd. In Nederland willen wij ook iets dergelijks organiseren in het kader van netwerk Begrijpelijke Overheid. En in de komende tijd maken wij ook extra middelen vrij om dat proces te bespoedigen. Het is ook in het kader van participatie is het nodig dat de overheid, met name de overheid, natuurlijk ook zorgt voor begrijpelijke taal. Tevens zijn we hier bezig met beschrijving van het Surinaams-Nederlands. Dat is nog best een klus geweest. We zijn in Paramaribo geweest recent om dat voor elkaar te krijgen. Dat begint nu te lopen. Er is een groep mensen daar die zich ook bezighoudt met hoe ontwikkelt zich het Surinaams-Nederlands. Suriname is tenslotte geassocieerd lid van de Taalunie. En daar hebben we allerlei nieuwe initiatieven op de rol staan. Die gaan nu van start, of die zijn net van start. Nieuw is, en dat is ook wel interessant, is een project Vertrokken Nederlands, waarin onderzocht wordt hoe staat het eigenlijk met het Nederlands van al die mensen die vertrokken zijn uit Nederland en Vlaanderen. Spreken die eigenlijk nog wel Nederlands en wat voor Nederlands spreken ze dan eigenlijk en hoe wordt dat onderhouden? Dus om een zicht te krijgen op
Wat er met het Nederlands gebeurt in het buitenland, wordt daar een soort big data project georganiseerd, waarbij via elektronische middelen in kaart gebracht wordt wat de mensen die vertrokken zijn naar Amerika of naar Nieuw-Zeeland of waar dan ook ter wereld, welke taal die spreken en wat voor belang zij hechten aan die taal, maar ook wat voor middelen zij graag zouden willen vanuit de moederlanden. En tenslotte zijn we hier bezig met het vervolg op de Algemeen Nederlandse Spraakkunst. U weet dat die is er natuurlijk al een tijdje, die wordt nu herzien en in een digitale vorm. Maar om maar eens iets te noemen, en dat is een grote wens van mijzelf ook, er is op dit moment geen spraakkunst van het Nederlands. Dus stel, je bent buitenlander, je wilt Nederlands leren en je wilt weten hoe spreken die mensen dat eigenlijk uit. En je zit in Istanbul en je wilt naar Nederland migreren. Dan ga je dat niet weten, anders dan door gewoon de televisie aan te zetten. Maar er is geen gestructureerde informatie over hoe je Nederlands uitspreekt. Dat vind ik tamelijk bizar dat er niet is. En daar gaan we nu aan werken in het kader van uitbreiding van de Algemene Nederlandse Spraakkunst. Een tweede aandachtsgebied gaat over taalvariëteiten, Nederlands taalvariëteit en andere talen. Ik had het er net al even over, de staat van het Nederlands een belangrijk deel van hoe staat het ervoor met Nederlands. Zijn er ook andere talen in Nederland die gesproken worden, zo ja, welke en wanneer? En dat gaan we ook in Suriname en het Caribisch gebied uitrollen. Een ander punt, taal en participatie staat hier, nieuwkomers. Daar hebben we het eigenlijk vandaag al de hele dag over gehad. Dus vanochtend en nu net onder leiding van Pieter Muisken nog een keertje. En dat zal morgen ook in het comité van ministers aan de orde komen. In de vraag in hoeverre de taalunie daar een rol ziet om daarin de coördinatie of op andere manier betrokken te zijn. Want het lijkt mij dat dat evident is dat er ergens een rol is, maar de vraag is natuurlijk een beetje hoe gaan we dat doen. Daar ga ik niet op vooruit lopen, dat is voor morgen. Dan taalvariatie. Op dit moment is er een commissie bezig die hard werkt aan een herziening van de positie van de taalunie uit 2003 over dialecten, regionale talen, maar waarschijnlijk ook over het verkavelingsvlaams. Dus dan kom ik bij de vraag van de heer Kennis van net. Er zal ook, tenslotte is dat een variëteit van het Nederlands, hoe mooi of lelijk je hem ook vindt. En daar zal natuurlijk ook toch een visie op moeten zijn en hoe ga je daarmee om in onze samenleving. Die discussie zal in dat rapport aan de orde komen. Dat rapport wordt gemaakt door een externe commissie en zal voorgelegd worden aan de taalunie om daar een uitspraak over te doen. Ik verwacht het rapport eind deze zomer. En dan kan er in de vergadering van de comité van ministers in december kan daar verder over gesproken worden wat daar de consequenties van zijn. Verder kan ik nog noemen de samenwerking met Zuid-Afrika. Daar zijn we actief mee bezig op allerlei terreinen. Daar kan ik, als u wilt, kan ik daar verder over praten, maar voor dit moment genoeg. En meertaligheidsbeleid, dat past natuurlijk bij taal en participatie in zekere zin, want daar hoort bijvoorbeeld bij hoe gaan we om met Frans en Duits in Nederland en Vlaanderen, of hoe gaan we om met al die andere talen die Nederland zijn binnengekomen, of eigenlijk hoe gaan we om met het feit dat Nederland en Vlaanderen inmiddels meertalige samenlevingen zijn waarin het Nederlands een centrale rol speelt, maar je kunt niet zeggen die andere talen zijn er niet. Die zijn er wel degelijk, ga ze een willekeurige stad in en je hoort allerlei talen. En daar moet ook een taalunie natuurlijk een positionering kiezen en dat willen wij ook graag doen. Even kijken, ik ben nu bij aandachtsgebied 3, onderwijs binnen het taalgebied. Daar heb ik het net al over gehad. Die curriculumhervorming die vindt op dit moment plaats in Vlaanderen en Nederland. Dat gebeurt niet op dezelfde manier. Dus die zijn allebei op een andere manier actief om dat curriculum te herzien, de eindtermen te herzien, de leerlijnen te ontwikkelen. En de taalunie zit daar op verschillende manieren
in die hele discussie in, maar probeert wel de visie die ook ligt in het stuk Iedereen taalcompetent ook mee te geven aan die discussie, zodanig dat er ook meer kennis van taal en cultuur in dat curriculum binnenkomt. En dat lijkt tot dit moment althans lijkt dat betrekkelijk succesvol te zijn. En wij hopen allemaal dat dat leidt tot een mooi resultaat. En dat past bij de aanpak van het begrijpend lezen. Zoals u weet is dat in Vlaanderen eventjes een heikel issue geweest toen Vlaanderen gezakt was op de Europese lijst. Daar wordt aan gewerkt en ik hoop dat we daar over enkele jaren niet meer over hoeven praten. Op dit manier, althans niet als probleem. Goed, het punt wat 4, dat is aandachtsgebied onderwijs buiten het taalgebied. Dat is een vrij omvangrijke onderneming. Ten eerste is er een certificaat Nederlands als vreemde taal, CNAVT. Dat is een examen wat mensen in het buitenland kunnen afleggen om hun taal, voor hun taalvaardigheid. Dat is nogal ouderwets. In sommige gevallen wordt daar zelfs nog met cassettebandjes gewerkt. En ik zou niet weten wat ik zou moeten doen als ik een cassettebandje aangeleverd zou krijgen. Want ik heb nergens iets waar ik dat in kan stoppen. En dat geldt voor een deel voor het buitenland ook. Dus we zijn bezig om dat hele programma snel te herzien en te digitaliseren. En ook te vernieuwen in samenwerking met name de Universiteit van Leuven, waar dat werk gedaan wordt. Daar worden extra middelen voor vrijgemaakt om dat op hoog tempo te doen, want eigenlijk is dat tamelijk, bijzonder of belachelijk dat wij nog steeds op deze manier examens afnemen. Daarnaast is er de internationale Nederlandistiek. Dat is een nogal diverse, maar heel grote gemeenschap. Tienduizenden studenten studeren in allerlei landen in de wereld, studeren die Nederlands. Wit-Rusland, Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea, Argentinië, u noemt het en het is er. En daar is wel vraag bij ondersteuning. Dus niet de talen die zorgt niet voor om die opleiding in stand te houden, maar ondersteunt ze wel, bijvoorbeeld door suppletie voor moedertaalsprekers, want de lonen zijn vaak heel erg laag, maar ook voor het houden van regionale congressen of het zorgen dat mensen die daar lesgeven, dat die in de zomer naar zomercursussen in Nederland, in Vlaanderen kunnen komen. En die activiteiten die willen wij graag handhaven en indien mogelijk versterken. Wij hebben daarvoor inmiddels een hele goede samenwerking met de IVN opgezet. En ik heb hoop dat we gaan nu ook kijken naar een hoger rendement van de investeringen die we daar plegen. Door te kijken van wat voor middelen kunnen we nog efficiënter inzetten. Zodanig dat meer mensen ervan profiteren. Daar zit bijvoorbeeld de situatie in Indonesië bij. Daar was ik recent en onze steunpunt in Indonesië verdwijnt. Dat betekent dat er een nieuwe vorm gekozen moet worden om de grootste opleiding Nederlands in de wereld, in Jakarta, om die te ondersteunen. Dat is tamelijk ingewikkeld, maar het lijkt erop dat we daar ook met de enorme reductie van middelen uit gaan komen in samenwerking met de lokale docenten daar aan de universiteit. Dus daar zit beweging in en dat lijkt op dit moment betrekkelijk goed te gaan. We hebben in het Caribisch gebied zijn er grote problemen. Ik had het net al even over dat de kwaliteit van het Nederlands in het Caribisch gebied over het algemeen nogal laag is. En dat komt omdat de mensen daar tot nu toe geconfronteerd zijn geweest met onderwijs in het Nederlands, terwijl ze eigenlijk geen Nederlands spraken toen ze in het onderwijs binnenkwamen. Dus dat betekende dat er een enorme kloof was tussen de instructietaal op school en tegelijkertijd de moedertaal die zij thuis spraken. Dat wordt nu opgelost vanuit een meertalig perspectief, waarin mensen ook ten dele in hun moedertaal worden opgeleid. Daar is ook speciale subsidie van OCMW aan de Talenunie voor toegekend om dat verder te onderzoeken en ook om een samenwerkingsverband te creëren tussen de 6 eilanden om dat verder uit te werken. En daar wordt nu hard aan gewerkt. Goed, dat is aandachtsgebied 4. En tenslotte hebben we aandachtsgebied 5, taal en cultuur. Daarin
In dat aandachtsgebied, daar zit onder andere de digitale bibliotheek Nederlandse letteren. Dat loopt, dat is een goede samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. We hebben het expertisecentrum literair vertalen, dat zit in Utrecht en in Leuven. En vanuit die hoek komt ook binnenkort een rapport, dat werd net al eventjes genoemd door Pieter Muisken in zijn presentatie. Dat was het rapport van Prupper, dat wordt op dit moment herzien door een Vlaamse vertalen en binnenkort zal dat naar het comité van ministers komen en het lijkt me ook goed om dat in de IPC te brengen waar het gaat ook over de nogal precaire staat van de vertalers in Nederland en Vlaanderen. Want terwijl er ontzettend veel behoefte is aan vertalers, bijvoorbeeld in het Europese parlement, maar ook in de literaire hoek, in de economische hoek, zijn er eigenlijk nauwelijks opleidingen en wordt er ook geen geld voor gereserveerd om die opleidingen in stand te houden. En dat betekent een enorm verlies aan kennis. Dus dan moet het in toenemende mate, is het nu zo dat bijvoorbeeld vanuit een taal als het Hongaars vertaald kan worden alleen maar via het Engels. Want er is geen expertise meer, er zijn geen mensen die Nederlands spreken die Hongaars kennen, of die zijn er nog wel, maar die zijn inmiddels gepensioneerd en er wordt geen nieuwe opleiding meer gemaakt, met als gevolg dat je daar niet meer vanuit het taal direct kunt vertalen. En dat is natuurlijk treurig gegeven, het feit dat je graag direct toegang wilt hebben tot datgene wat er in een taal gebeurt, al was het alleen maar voor politieke context of voor economische context. Dus daar komt een rapport binnenkort vanuit het EOV ook op ons verzoek om daar een noodklok te luiden, maar ook te kijken wat zijn de mogelijkheden om daar in de toekomst op een betere manier mee om te gaan. En ook te zorgen dat er een opleiding komt die ook goed de mensen voorbereidt op een carrière. Hetzij in het Europese parlement, waar dit natuurlijk enorm speelt, maar ook in het zakenleven of in de literaire branche. Als we daar niks aan doen, dan verwatert dat. Tenslotte nog twee puntjes. We hebben een aantal van onze taken op dit terrein hebben we vorig jaar overgedragen aan de letterfondsen en aan de buren de brakke grond. Dat zijn met name dingen als de prijzen, Nederlandse prijs, de letteren. Die wordt dit jaar nog uitgereikt vanuit de Talenunie. Dus heeft het dit jaar nog georganiseerd, maar over 2 jaar is het aan de letterenfondsen om dit in gezamenlijkheid en ook gezamenlijk met ons. Wij blijven wel aanwezig in het discours, maar niet meer als de uitvoerende organisatie. En gegeven het feit dat de samenwerking tussen deze fondsen uitstekend verloopt, op dit moment ook als gevolg van de oefening die er heeft plaatsgevonden op verzoek van de ministers, ben ik wel optimistisch dat dit een goede vorm is om de prijzen en het literair grensverkeer vorm te geven. En tenslotte kan ik noemen dat we een nieuw project gaan starten rond muzikaal erfgoed. Dat is iets wat duidelijk naar voren kwam ook in het bij de staat van het Nederlands, dat op heel veel terreinen gaat het heel erg goed met het Nederlands, maar rond muzikaal erfgoed is het betrekkelijk treurig gesteld. En dan, we gaan natuurlijk niet ervoor pleiten dat alle popmuzikanten nu voortaan in het Nederlands gaan zingen, maar het is wel zaak om ervoor te zorgen dat wat er in het Nederlandse taalgebied gebeurt, dat dat ook goed verzorgd wordt en dat dat dus ook gearchiveerd wordt, dat we daar ook toegang toe kunnen hebben en houden en dat er ook nog een zekere promotie komt. Er is bijvoorbeeld die lijst die er geweest is met belangrijke Nederlandse liedjes, die gaan we weer opnieuw introduceren. Dus dat is een nieuw project waarin we samen met allerlei mensen uit die muzikale wereld gaan proberen dat muzikaal erfgoed weer op de agenda te krijgen. Dus dat is ongeveer een scala. Het is heel breed en het is heel divers, maar dit is ongeveer in vogelvlucht wat de Taalunie op dit moment aan het doen is. En ik denk dat dat de moeite waard is dat wij hard aan het werk zijn en dat het voor zover ik het kan overzien, lopen al deze projecten op dit moment naar behoren en verwacht ik goede resultaten.
Oké. Dit was wat ik erover wilde zeggen. Zijn er vragen, collega's, opmerkingen? Collega Caron. Ik had vooral een informatieve vraag rond taaltechnologie en technologische hulpmiddelen. Of dat daar nog vervolg aan gegeven wordt of niet. Want in het verleden is er wel een stuk in geïnvesteerd. Onder meer omwille van praktische toepassingen. En pakweg GPS-toestellen en dat soort dingen meer. Maar gebeurt dat nog? Niet als apart onderdeel. Het laatste rapport van de Commissie Digitaal Erfgoed is nu verschenen. Dat is ligt morgen voor in het comité van ministers. Maar wij hebben wel nieuwe plannen om met die nieuwe technologie dingen te ondernemen. Dus zo zijn wij nu bezig, dat heb ik hier niet genoemd, met projecten rond e-Nederlandistiek, noem ik dat. Er is in het zowel in Nederland, Vlaanderen als in het buitenland een grote behoefte om digitale leermiddelen, dus dingen als MOOCs, maar ook toegang vanuit het buitenland tot bestanden, tot dingen als de ANS, maar ook de woordenboeken, tot de corpora die er zijn. En wij willen proberen om het zo te maken dat er portalen zijn waarin mensen van over de hele wereld toegang krijgen tot deze materialen in digitale vorm. Dus dat is ons project heet daar e-Nederlandistiek. Het mag ook een andere naam krijgen, maar dat is het zoals het nu op dit moment heet. En in heel veel andere projecten is het als het ware deel van de methodologie. Dat is eigenlijk ook wat eigenlijk de beste manier is. Dus ik noemde net vertrokken Nederlands. Voor vertrokken Nederlands gebruik maken wij gebruik van digitale technieken om die informatie binnen te krijgen. Dus er gaat niemand meer zoals vroeger met een fiets of een auto het veld in om de data te halen, maar die worden allemaal digitaal ingewonnen, maar ook digitaal verwerkt en er komen automatische statistische modules zijn eraan gekoppeld. Dus de innovatie op dat terrein zit eigenlijk in heel erg veel projecten. Collega Kennis. Dank u, voorzitter. Globaal denk ik ziet dat er evenwichtig en goed uit, hè, met aandacht voor de standaardtaal, ook de variaties, het onderwijs in het buitenland. Ik heb een vraag over de verhouding van de bijdrage van de Vlaamse en de Nederlandse overheid en de verhouding van de personeelsaantallen. Wat de bijdrage betreft zie ik daar een derde, twee derde en als ik naar het personeel kijk dan zie ik een vierde, drie vierde. Is dat historisch zo gegroeid? Wordt daar gestreefd naar een meer in verhouding tot de bijdrage? Of zegt u van dit is voor mij absoluut geen issue waar mijn medewerkers vandaan komen? Ja, ik begrijp uw vraag. Het valt op gewoon. Ja, dat begrijp ik. Maar een van de dingen die ik eerst over moet zeggen is wij hebben een onderverdeling in ondersteuning en beleidsmensen. Dus de ondersteunende mensen, dat zijn de mensen die het secretariaat doen, die de ICT doen, die de PR-achtige dingen doen. En daarvan, die zijn eigenlijk vrijwel allemaal Nederlands. Dus als je die ondersteuning eraf trekt, dan verandert de verhouding natuurlijk wel degelijk in de richting van een meer evenwichtige samenstelling. Het is denk ik heel belangrijk dat wij ten aanzien van die beleidsfunctionarissen streven naar een verdeling die overeenkomt met de middelen, zou ik zeggen. Nog collega's? Had ik misschien zelf nog een vraagje, meneer Bennis. U had het over de ondersteuning opleidingen Nederlands wereldwijd. We herinneren ons nog zeer recent dat daar toch wat commotie over was, hè, vanuit de sector, omdat daar beknibbeld werd op de middelen. Hoe schat u dat nu in? Omdat u net zegt, we willen dat ook nog versterken. Is dat dan de slinger die terugkeert? Gaan jullie daar nu extra middelen voor zoeken? Of hoe moet ik dat interpreteren? Nee, op dit moment is het niet zo dat wij daar extra middelen voor zoeken. Dus wij gaan proberen om het ten eerste efficiënter in te zetten, dus met een hoger rendement. Dus om een heel simpel voorbeeld te geven. Je kunt mensen vanuit die gebieden naar Nederland laten komen om een zomercursus te volgen. Je kunt ook voor hetzelfde geld iemand van Nederland naar die gebieden toe laten komen om daar
als moedertaalspreker te functioneren. Met het ene geval bereik je één persoon die naar Nederland komt en daar kennis op doet. In het andere geval bereik je een hele vakgroep. Dus ik begrijp ook dat de mensen die vanuit het buitenland naar Nederland komen graag kennis willen maken met de Nederlandse taal en cultuur. En ik begrijp dat ook. De vraag is alleen of we niet een soort vorm moeten vinden waarin het rendement wat hoger is van de middelen die we inzetten. En daar praten we over met de IVN. Dus er is op dit moment geen sprake van commotie tussen de animositeit tussen de beide organisaties. We werken goed samen met de IVN en we denken ook met hun samen over nieuwe mogelijkheden om middelen, het rendement van de investering zo hoog mogelijk te maken. Dus het loopt eigenlijk goed en ik denk dat het uiteindelijk, als u het mij zou vragen, dan denk ik dat Nederland en Vlaanderen wel voor heel weinig geld, heel veel zouden of heel veel willen bereiken als je het vergelijkt met wat landen als Duitsland of Frankrijk, om al helemaal niet te spreken van China, wat die doen voor in zo'n context om hun taal in het buitenland te promoten, is datgene wat Nederland en Vlaanderen doen betrekkelijk weinig. Maar ik ga uit van de realiteit en die realiteit is dat dit de middelen zijn die we daarvoor hebben en daarvoor proberen we het zo goed mogelijk te doen. Goeie, Caron. Ik had nog een vraag over de positie op de eerste, tweede, de derde lijn, of zoals u wel, van de Nederlandse taalunie zelf. De aanleiding is eigenlijk gewoon dat u soms wel eens boude uitspraken durft doen over taal. En dat vind ik op zich wel fijn, als er maar gedebatteerd wordt over taal. En we zullen van mening soms verschillen, of mensen verschillen van mening, wat op zich interessant is. Maar de vraag is de volgende. Er is in de voorbije jaren al vaak gediscussieerd of de taalunie een meer back-office dan wel front-office rol moet spelen. Of de taalunie voor de promotie van het Nederlands als taalunie moet naar buiten komen en zich profileren, zich positioneren. Of het tegendeel dat via andere actoren moet doen. Hè? En zeg maar een meer wetenschappelijk of promotierol meer in de achtergrond moet spelen dan wel op de voorgrond. Hè? Ja. En daar staat in deze nota nu niet zo uitgesproken iets over. En ik wou daar graag uw visie eens over horen. Mijn visie. Weet wel, de krant die gemaakt werd enzovoort. Enzovoort, ja. Nou, mijn persoonlijke visie is dat de taalunie nu vooral geschikt is om als beleidsorganisatie om te functioneren in een rol tussen overheden en veld. En proberen te zorgen dat de activiteiten waar wij bij betrokken zijn zo goed mogelijk kunnen plaatsvinden in overleg. Dus tussen de veldorganisaties. Dus in het buitenland hoort, wat mij betreft, in universitaire Nederlandistiek hoort de IVN centraal te staan en niet de taalunie. Is er iets, kunnen? Oh. Ik denk dat het niet noodzakelijk is dat de taalunie een frontorganisatie is. Aan de andere kant is het ook niet te vermijden. Dus we worden regelmatig geconfronteerd met vragen vanuit het publiek en vanuit de pers. Dan kun je zeggen, wij bemoeien ons daar niet mee. Wij zijn geen frontorganisatie, dus zoek het maar uit. Dat is altijd een wat ingewikkelde afweging. Maar ik probeer zoveel mogelijk mij van terug te onthouden. Maar dat lukt niet altijd. Maar dat ligt meer aan mij persoonlijk, geloof ik, dan aan de organisatie. Als u echt wil, collega. Ik wil echt reageren. Nee, u moet zich niet inhouden van mij, ik vind het op zich boeiend. Maar ik denk ook op de kwestie of de talen nu ook een rol moet spelen in Vlaanderen en Nederland voor de promotie van het Nederland. Nederlands als taal, as such. Als je de discussie ook hoort over het Engels en het hoger onderwijs, het middelbaar onderwijs, het lager onderwijs enzovoort. Zeg maar de liefde voor de taal moet stimuleren en dan hebben we met z'n allen wel eens heimwee naar Tien voor Taal of naar andere vormen waarin dat gebeurt. Of dictées en andere, misschien meer hedendaagse. Dat is ook een beetje de achterliggende inhoud die ik zelf in mijn vraag heb. Vindt u dat de taalunie op dat vlak in de toekomst, nu bent u nogal, behalve die uitspraken, een relatief terughoudende rol, hè? Toch? Maar dat wil niet zeggen dat wij niet daar actief in zijn, maar dan niet actief als
als frontspeler, maar als speler die probeert andere partijen erbij te betrekken en naar voren te schuiven. Dus ik wil graag dat onze taal bijvoorbeeld daar een rol speelt. Ik ben met onze taal bezig om ook te kijken of er een Vlaamse onze taal kan ontstaan, zodanig dat dat ook een duidelijk frontorganisatie kan zijn die het belang van het Nederlands in Vlaanderen ook op die manier behartigt. Dus we zijn wel betrokken daarin en het is voor ons een groot belang dat wij ook voor het Nederlands opkomen en het genieten van taal, dat we dat voorop hebben staan. Alleen de vraag is dan, moet je dat zelf uitdragen of zijn andere partijen eigenlijk daar beter voor geëquipeerd en hebben een centrale positie? En uiteindelijk is dat altijd een afweging. Maar mijn ideale wereld zou zijn dat er altijd een andere partij is en dat misschien niemand meer de taalunie erg kent, maar dat de effecten van wat wij doen heel duidelijk zichtbaar zijn. Het is natuurlijk een, voor wie al langer in deze kringen rondwaart, een steeds terugkerende discussie van hoe prominent moet de taalunie zichzelf naar voren schuiven. Ik vind ook niet, het is natuurlijk geen frisdrank of een wasmiddel dat elke Vlaming en Nederland hoeft dat voor mij niet te kennen. Maar ik heb me wel ook toch vragen gesteld, met name bij het uitbesteden van de prijs aan Nederlandse letteren, omdat dit echt wel iets is waar de taalunie om de zoveel jaar nog eens echt mee naar buiten komt. Dus ik zou denken, u hebt gezegd daarnet, het is in samenwerking met, en we blijven wel betrokken. Ik zou in elk geval ervoor pleiten om ook in de communicatie toch te zorgen dat de taalunie, dat het iets van de taalunie blijft. Want dit is ongeveer nog het enige waar je op niveau nog eens mee buiten komt. Taalpolitie gaan we. Ik zou graag het laatste woord over dit thema aan de minister geven. Ik heb aan de discussie zoals het tot nu toe gevoerd wordt niet direct iets toe te voegen. Ik denk dat meneer Bennis heel helder en duidelijk gecommuniceerd heeft. Ik wil toch nog eens benadrukken dat we ook vanuit het comité van ministers tevreden zijn dat de zaken die onderling afgesproken zijn ook daadwerkelijk gebeuren. Met andere woorden, het financiële kader waarin binnen moet gewerkt worden is niet altijd eenvoudig, maar toch nog altijd substantieel. En daar zijn de nodige afspraken rond gehandhaafd. Dat is belangrijk omdat het de toekomst ook veiligstelt van onze organisatie. Dat kunnen we nu wel zeggen. Dus dat denk ik dat prima gebeurt. En ik denk dat voor de rest de verschillende zwaartepunten, je hebt ook gezien waar de meeste middelen naartoe gaan, waar iets minder middelen naartoe gaan, dat die goed geduid zijn en verder uitgebouwd worden de komende jaren. En dat wij verder op dit punt eerder misschien aan korte gedachtenwisseling zullen akte nemen van de positionering en het jaarverslag als dusdanig. Daar heb ik voor de rest daar heb ik niets aan toe te voegen op dit ogenblik. Dank u, minister. We hebben nog twee veel meer interne punten, dus we willen niet per se hier houden, minister, als u ergens naartoe moet, dan mag dat. Ik wil u misschien nog één boodschap meegeven met het oog op de vergadering van het comité van ministers morgen. Ik val misschien een beetje uit mijn rol als voorzitter, maar we lazen wat tegenstrijdige berichten van uw Nederlandse collega Ingrid van Engelshoven, waar ik dacht dat ze eerst zei van wij moeten en wij gaan nauwer toezien op het gebruik van het Engels in het hoger onderwijs. En waar ik anders aan de andere kant in de Volkskrant las dat misschien wel overwogen wordt om de wettelijke bepalingen die er zijn met betrekking tot het gebruik van het Nederlands als officiële taal in het hoger onderwijs, dat misschien niet meer hoefde, dat in de wetgeving stond. Ik zou toch vragen dat u daar binnen dat comité van ministers, althans wat mezelf betreft, maar ik kijk eens naar de collega's, misschien vanuit dit gremium toch de bezorgdheid uiten dat men daar niet te snel mee bergaf gaat. Ik val u graag bij, meneer de voorzitter, en ik spreek nu namens de gehele Nederlandse delegatie. Daar heb je lang op gewacht natuurlijk. Goed, dus als wij daar met unanimiteit van de Nederlandse en de Vlaamse delegatie, minister, u die opdracht mogen geven, we weten dat dat in goede handen is. Dank u wel voor uw komst. Collega's, dan hebben we nog twee punten waar we het met elkaar eens over moeten hebben.